De Beersterbrug en de Renzelbrug zijn afgelopen week na een onderhoud van 7 weken weer op hun plek teruggeplaatst. Met een ritje in een oldtimer opende niet burgemeester Pieter Smit de Beersterbrug zoals de bedoeling was, maar wethouder Laura Broekhuizen stapte uiteindelijk in de Fiat 500 om de brug te openen. Verwarring alom, de burgervader zat zelf vast in de file die voor de brug ontstond. De wethouders Ricky van den Aker en Laura Broekhuizen deelden verrassingen uit aan de automobilisten, geschonken door de ondernemers in Winschoten. Die lieten daarmee zien hoe tevreden ze waren met de opknapbeurt en de heropening van de twee bruggen, waardoor de bereikbaarheid van de winkelstad is verbeterd. Recyclingsbedrijf Vierol en zusteronderneming Rijswolf kunnen straks op een schonere manier afval inzamelen. Dat doen ze dankzij een 4 nieuwe vrachtwagens met schonere, zogeheten Euro 6 motoren. Het gaat om 2 haakarmauto's, 1 perskraakwagen en een speciaal beveiligde Rijswolf securitywagen. Bij de keuze van het wagenpark zijn de chauffeurs ook betrokken, omdat zij degene zijn die de auto's moeten besturen. De vrachtauto's zijn geselecteerd op veiligheid, kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. De sociale werkvoorziening Synergon kampt volgend jaar met een miljoenentekort. Een krimpende economie, minder overheidssubsidie en een gebrek aan werk en opdrachten zouden de redenen zijn voor het forse tekort. Het tekort loopt het komende jaar op tot bijna 6 miljoen euro, waarbij de gemeente Oldambt zo'n 4 miljoen euro voor haar rekening moet nemen. De verwachting is dat de tekorten de komende jaren nog zullen stijgen. Als er niets gebeurt, zal onze gemeente al op korte termijn zelf in de financiële problemen raken. Een aantal politieke partijen pleit nu voor een onafhankelijk onderzoek binnen Synergon. Oud-bestuurder Jan Kooijmans van de Ommelander Ziekenhuisgroep heeft toch wachtgeld nodig. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Kooijmans zei bij zijn vrijwillige vertrek in 2011 tegen de krant dat hij de aanvulling niet of nauwelijks zou gebruiken, omdat hij met zijn nieuwe functies ongeveer evenveel zou verdienen als voorheen. Nu blijkt dat OZG de afgelopen jaren in totaal ruim 280.000 euro heeft betaald aan Kooijmans, ruim 10.000 euro per maand. De regeling loopt nog tot 1 september van dit jaar.